Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1-23 MyTeam Carrière Mode. Mijn naam is JiaNan Schraven en vandaag gaan we verder voor de laatste video in seizoen 2, aflevering nummer 32 staat dus op het punt te beginnen. We hebben nog kans op de wereldtitel, 8 punten verschil is het naar George Russell, dus dat wordt nog close. Maar heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht onder het i'tje. Klik erop, je ziet die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse MyTeam Carrière Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. De vorige video wonnen we de wedstrijd met als snelste raceronde. Met als snelste racerondepunt. Nu zeg ik het wel goed. Dat betekent, er kan nog van alles gaan gebeuren in deze wedstrijd. 8 punten verschil. Het is een overwinning en de snelste raceronde. Als we dat kunnen voltooien, dan zijn we kampioen. Mochten we dat niet hebben, dan mag Russell niet lager finishen dan derde. Een hele enge opgave. Maar goed, je weet het maar nooit. Eerst even door naar de sponsoren. Gaan dus een nieuwe sponsor toevoegen om wat extra inkomen hopelijk te kunnen pakken. We hebben zijn contract verloopt ook binnenkort af. We gaan kijken of we hem gaan verlengen of dat we een andere rijder voor gaan neerplaatsen. Eerst moet je ervoor zorgen dat hij gewoon punten pakt. Zo niet, dan weet ik genoeg. Even de sponsoren allemaal even aanpassen. Maar goed, dat is allemaal dat. Ik weet, heb geen idee wat dit is. BBC. Oké. Goed. Ik zou zeggen, laten we lekker door naar de kwalificatie voor deze allesbepalende wedstrijd. We kunnen vandaag wereldkampioen worden. We kunnen vandaag ook geen wereldkampioen worden. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 32. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Gaan daar veel te veel over de curbstone en missen daardoor veel te veel snelheid in die eerste bocht. Tijd verloren daar dus helaas. Einde van mijn eerste run in Q1. Onze directe concurrent Russell naar de snelste tijd. Proberen dat af te pakken zometeen. En dan laten wij een tweede tijd noteren op een 10e van Russell. Einde van Q1. P6 op dit moment goed genoeg. Houden het maar bij 1 run, want zo sparen we een setje zachte banden uit. Goed om te zien. Leclerc dus naar de snelste tijd. Piastri 2, Russell 3, Norris op 10. Niet verwacht. Hamilton 4, Max 5 en wij dus op P6. En we aanbeland bij Q2. Ook op die zachte band. Daar wat te wijd en krijgen een track limit waarschuwing ervoor. Wat ook logisch is. Komen aan bij het einde van mijn hopelijk eerste en laatste run in Q2. DRS zometeen geopend. En dat is de snelste tijd. Goed gedaan. Uiteindelijk is dat een P7. We zijn door naar Q3. En dan moeten we kijken of wij ook naar de pole position kunnen gaan toerijden. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren met ongeveer 10 minuten op de klok. En DRS dus geopend. Eerste bocht. Verloopt goed. Krijgen daar weer een track limit waarschuwing. Gaan daar telkens te wijd. Maar goed, dat geeft niks. Komen aan bij het einde van mijn hopelijk eerste en laatste run in Q1. Nog ongeveer 8 minuten op de klok met groen in sector 1 en 2. En wij laten de snelste tijd noteren. Zijn sneller dan George Russell. Voorlopig pole position, uitslag van Q3, jazeker, we pakken pole. Pak een pole position voor de cruciale race. Starten voor Russell en Hamilton. Goed gedaan. Prima kwalificatie. Dan is het op naar de wedstrijd. En kijken of we dat kampioenschap kunnen gaan binnenhalen. Daar gaan we dan. Welcome along then to Portimão, one of the busiest towns in the Algarve and a breathtaking destination that brings tourists from all around the world to the shores of southern Portugal. Today it's the backdrop for the latest round of the Formula One World Championship, and with a circuit this wide we could be in for a lot of exciting wheel-to-wheel action today. 2.9 miles of track at Portimão, featuring 15 turns, 9 to the right and 6 to the left. A lot going on at this track, a lot of elevation changes that will affect the driver's braking and acceleration. Keep an eye out for the DRS zone on the final straight, as that'll be the setup for a lot of today's overtaking opportunities. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Norris, Hamilton, Perez, Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Stroll, Albon, Richard Verschoor, Gasly, Webber, Bottas, Hulkenberg, Ocon, Joe, Sargent, Magnussen, Sonoda, and Nick de Vries rounds off the grid. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And it is great to be joined once again in the commentary box by Natalie Pinkham. Nat, how has the sport changed in your time working in it? Let's talk about the Professor. What a quality performance. The big question, though, is how does that translate on race day? Can they hold on to that lead? Beside that, of course, any kind of Turn 1 incident could completely turn the race on its head. Let's keep our fingers crossed everyone can get through in one piece. Right, well, it all comes down to this then, doesn't it? You're still in with a shot at the Drivers' Championship, the biggest prize in this sport. Now get out there on track and come back with that trophy. Nogmaals, we hebben een wonder nodig om die titel binnen te kunnen halen. 8 punten verschil is het gat naar George Russell die naast ons staat op de startgrid. Strategie is soft, medium, moeten hopen op een goede strategie, moeten hopen op een blunder van Mercedes. Maar eerst de formatieronde voor deze laatste race in seizoen 2. Nou, heel veel informatie van de engineer wat we eigenlijk al lang weten. En helaas komen we niet goed in onze gridslot terecht, te veel doorgeschoten. Staan dus wat naar achteren toe. Moeten dus nu wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de laatste ronde van seizoen 2. De beslissende ronde voor het kampioenschap. Mijzelf, Russell en Lewis Hamilton kunnen vandaag wereldkampioen worden. Wie weet. Maar goed, iedereen is weer in zijn positie aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 32 van de Grootprijs van Portugal. De lampen gaan aan hier op het circuit van Portimão. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Gaan nog gelijk Russell afknijpen. Russell heeft een goede start, maar kan er niet langs. En wij behouden de leiding in de eerste bocht. Schieten wel een klein beetje door. En Verstappen pakt de leiding af. Max Verstappen naar de leiding in de Grote Prijs. Als het er nu zo gaan eindigen is Russell wereldkampioen. Gele vlag. Groene vlag wordt weer gezwaaid. Kunnen wel naar Verstappen toe remmen. Russell op P3. Hamilton is ver teruggezakt. Wel een klein momentje overstuur op de exit. Gat naar Verstappen is inmiddels 16e. Wordt kleiner omdat wij slipstream hebben van de Nederlander. Russell volgt op de derde positie. Daarachter rijdt Lando Norris. En daarachter rijdt dus Carlos Sainz. Ronde nummer 3, als we daar te wijd gaan, proberen het bij Verstappen. Zitten gewoon te kijken waar we de auto kunnen plaatsen. Klein moment op de exit. Met de DRS, dat ziet Russell. Probeert daar aan te vallen, wordt geblokkeerd. Kan er niet langs. En wij behouden die tweede positie. Voorlopig is Russell wereldkampioen. We kunnen wel bij Verstappen kijken in de slipstream, maar hier helaas kikt de vieze lucht erin door de auto voor ons. Verliezen wij gewoon downforce. Dat is jammer. Hamilton op P5. Kan ook nog meedoen voor die titel. Nog 22 rondes. Nee, dat zeg ik helemaal fout. Nog 20 rondes te gaan. Gele vlag, omdat daar iets gebeurt. Het is Charles Leclerc die uitvalt in de grootprijs van Portugal. Daar vallen we Verstappen aan de binnenkant. Brutaal ernaast gezet. Een touché met de Nederlander. Krijgen er een waarschuwing voor. Maar pakken de leiding af. En gele vlag in sector 1. Als het zo zou gaan eindigen zijn wij wereldkampioen. Met Russell op P3 met een snelste racerondepunt. Dat zou betekenen dat wij de titel afpakken met 1 punt verschil. Verstappen zit te kijken. Kan er niet langs. Moment op de exit. Max aan de binnenkant. Touché met de Nederlander. Touché met Verstappen. Maar geen van de allen zijn beschadigd. Russell profiteert mee. Wij vallen hem daar terug aan. En duwen hem daar wijd. Norris profiteert naar P3. Russell gezakt tot P4. Als het zo zou gaan eindigen is Russell kampioen. Maar hier met de DRS en de slipstream en de overtake pakken wij Verstappen de leiding af. Maar schieten hierdoor. Max kan terugkomen. Wij vallen hem daar weer aan de binnenkant aan en laten hem mooi uitrollen. Nou, Verstappen geeft niet op aan de binnenkant. Maar hebben hier de betere tractie met de DRS en de overtake en zijn er voorbij. Knijpen Verstappen gelijk af en zo pakken wij de leiding en de virtuele wereldtitel af van George Russell. De ingenieur denkt er anders over. Maar goed, dat geeft niks. Hamilton op P5. Benieuwd wat de beide Mercedes'en gaan doen in die strijd voor de wereldtitel. En we duiken naar binnen in ronde nummer 11. Verstappen, Russell, Perez of Norris, weet ik niet zeker. Duikt mee naar binnen. Norris duikt mee naar binnen. Hetzelfde geldt voor Mark Webber en George Russell. D,3 een prima pitstop en komen weer terug voor Verstappen de baan op. Hetzelfde geldt dus ook voor Norris die naar binnen is geweest voor de mediumband. Wij terug op P8. Als het zo zou gaan eindigen, dan wint Russell de titel. Maar goed, heel veel jongens moeten nog naar binnen voor hun laatste pitstop. Wat betekent dat wij de leiding weer in handen krijgen van de jongens die nu voor ons rijden. Nog 11 rondes te gaan in de race. Dit in ronde nummer 14 als dit keer ook Richard Verschoor naar binnen is gedoken. En wij noteren de snelste raceronde en gaan weer aan de leiding. Perez op P4, Russell op P6. P5 dit keer, want pakt Lewis Hamilton. Nee, sorry. Hamilton pakt Perez. Russell plekje opgeschoven door de pitstop van Verschoor. Nog steeds zijn wij wereldkampioen. Gat naar Verstappen is 2,2 seconden. Zeker, als het zo zou gaan eindigen zijn wij wereldkampioen, zegt de ingenieur. We moeten dit gewoon volhouden en zorgen dat Hamilton ook Perez kan afstoppen en ook George Russell. Gat naar de Brit Russell dus is inmiddels opgelopen tot 5 seconden. Ronde nummer 21. Max zit te kijken voor een aanval. Voor de leiding. Russell door naar P4. Wat gaat Lewis Hamilton doen? Wat gaat Verstappen doen? Met nog 2 rondes te gaan in de race. Gooien de overtakeknop aan. Gaan gelijk van lijn veranderen. Om Verstappen die slipstream niet te geven. Maar dat lukt niet. Maar wij hebben hier de topsnelheid. Verstappen kan er niet langs. Met nog 1 ronde te gaan in de race. Nog steeds zijn wij wereldkampioen als het zo zou gaan eindigen. Met als snelste raceonderpunt, met die overwinning. Russell moet tweede worden om nog kans te maken en is op dit moment vierde. Lewis Hamilton, zijn teammaat, rijdt in de weg. Laatste ronde loopt. Verstappen probeert het nog, kan er niet voorbij. Russell komt tekort. Zijn eigen teammaat gooit roet in het eten. Dat betekent dat wij het wonder nodig hadden wat we nodig hebben. Een sterke reeks wordt beloond met onze allereerste wereldtitel. Pakken de titel in stijl. Goed gedaan. Max 2. Hamilton 3. Russell 4. Hamilton krijgt Drive of the Day. Goede wedstrijd en is het op naar volgend seizoen. Victory today then, but bittersweet emotions I'm sure, as the championship slips through their fingers. Even so, what a fantastic final race of the season this was. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben dan dus de raceuitslag. Wij winnen dus de wedstrijd. Pakken dan snel het raceonderpunt. Verstappen naar P2. Hamilton op P3. Russell op P4. Norris 5. Perez 6. Sainz 7. Piastri 8. Stroll 9. En Albon pakt het laatste punt voor Williams. Eén uitvaller, Leclerc en wij pakken de titel op 6 punten. We hebben een achterstand van 8 punten omgezet naar een voorsprong van 6 punten. Goed gedaan. Uitstekende race. Russell van leider in het klassement naar runner-up. Webber 16e. En wij dus 5e in het constructeurskampioenschap. Mercedes dus weer met een titel. Maar wint niet de dubbel. Wij steken daar dus een stokje voor. Goed gedaan. Uitstekend seizoen. Op naar de volgende. Team Acclaim is dus met mezelf en Mark Webber. Level 21 het team, level 17 mijzelf. Webber is level 15. Doet hij goed. Weet niet of we hem gaan behouden voor volgend seizoen. Moeten even kijken wat we daarmee gaan doen met het sponsorgeld dat we krijgen aan het einde van het seizoen. Webber heeft ook schade gereden. 10.000 misgelopen. Dat is jammer. In totaal $4,7 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je... Heb je genoten van deze video? Heb je genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Train trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer je dan voor meer wekelijkse MyTeam Career met content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele reden van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was JiaNan mensen. Tot de volgende keer met een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer formele content. En gaan we het nieuwe seizoen in als regerend wereldkampioen. Tot de volgende keer.